De Rolvinken staan voor hun laatste grote uitdaging. En dat doen ze om te beginnen met z'n drietjes. Dave heeft namelijk nog een optreden in het buitenland. Dus ze moeten de volgende bestemming dan maar even naar hem appen. Daar hebben we dan met de opdracht van deze week. Oh god. Je hebt niet stiekem al gekeken. Nee. Ja. Hallo familie Roelvink, goedemorgen. Ik ben Nico Waarsdorp en ik run samen met mijn schreeuwt hij zo? Deze viszaak in de haven van de Muiden. Oh, de vismarkt natuurlijk. Schreeuw je altijd. Ja, werk in de vissector, dat is voor echte bikkels. Over schreeuwen, ja hoor. De laatste, ze moeten de wagen uit. Huppakee. Ik zie jullie graag hier tussen de meeuwen in de Muiden. Het wordt weer heel vroeg op. Het wordt weer kou lijden. Weer zo'n pak aan. En het wordt weer... Met van die laarzen. Stinken. Vanavond gaan de hengels uit en de dobber van Dries vol door de pekel. Maar vis moet je aaien, vis moet je verzorgen. Net als een vrouw, dan moet je goed verzorgen. Zo, man, veel te veel. Weet je ook wat voor een vis dit is? Nee. Dit is een klapvis. Mocht u nog zin hebben in vis, we hebben er vandaag heel veel dingen in de aanbieding. Hier, dus dan houden we ons aanbevolen. Ben jij nou de zanger? Ik lijk op een zanger, maar ik ben een visboer. Dit is de Roelvinkjes passen op de winkel. We passen op de winkel, doe maar rustig aan. De Roelvinkjes staan klaar. We passen op de winkel, laat de boel maar staan. We zijn hier voor elkaar. Dave en Tony helpen deze keer weer mee. Dus dat wordt weer lekker lachen met die twee. Maar de winkel is okay. Nico Waasdorp runt samen met zijn zoon Niek de Netto Vismarkt in IJmuiden. Week in, week uit staan zij 6 dagen achter elkaar tussen de verse vis. 80 uur hou je alleen vol als je iets doet waar je van houdt. En dat klopt, want dit gezin heeft een passie voor alles wat zwemt en eetbaar is. Daar komen de visspecialisten. Honoria. Nico. Hi, Honoria. Nick en Nick. Nico. En mijn zoon. Heb je er één? Ik heb 1 zoon en 3 dochters. Dus het is de 3e generatie. Mijn vader leeft niet meer. Okay. Vis. We komen jullie helpen, jongens. Nou, dat is fantastisch. Nou, dat hoop ik. En een boel vis verkopen, want ik heb extra ingekocht. Moeten we ze alleen verkopen of moeten we ze ook vangen? Nee, we hebben ook nog wat verrassingen voor jullie. Ja, wat me gelijk opviel bij de videoboodschap, je hebt echt een hele harde stem van jezelf. Komt dat omdat je vroeger op de markt hebt gestaan? Nou, ik heb altijd veel op de markt gestaan. Dus ja? Je gebruikt een beetje je stem overbeheerst met roep en schreeuwen, warme kibbeling. Ja. En ik had bij mij in de familie was mijn vader voor voetbal. Mijn oudste broer was voor Ajax, mijn jongste broertje voor Feyenoord en ik zat ertussen. Dus wou ik ertussen komen. Altijd je stem verheffen. Altijd. Ah, en dan help je naar de finish. Eén ding hoop ik meteen, dat ik niet met zo'n stem terug ga over een paar dagen. Dan kun je niet meer zingen. De sfeer is meteen goed en dat is ook belangrijk, want Nico geeft zijn kindje natuurlijk niet zomaar uit handen. Je wordt helemaal omgeturnd. Het is echt een viswijn. Nee, hou op met mij. Mijn generatie is eigenlijk van ik weet niet beter. Maar vertel jij eens wat de jongere generatie ervan vindt. Ja, als ik vergelijk met de generatie van nu, dan is het erg zwaar werk. Er zijn er niet veel die er nog willen doen, zeg maar. Ja, er zijn heel veel vissoorten. Dat zal ook nog wel even wennen zijn. En de kou. En de kou. Kou nat. Kou handen nat. En lange uren en dan nog het schoonmaken. Dit is een beetje het filetgedeelte. Ja. Meestal allemaal Noordzeevis. Die leven nog! Ja, dan wil je straks ook allemaal verkopen. Hier hebben we zeg maar de mooie hele vissen liggen, voordat ze gefileerd zijn. Flinke knoepers liggen ertussen, hè? Wat is dit? Dat is een zeeduivel. Oh, godverdamme! Wow. Maar vis moet je aaien, vis moet je verzorgen. Net als een vrouw, dan moet je goed verzorgen. Ja. Kijk, als je hier in de vis werkt, dan krijg je dit. Ja. Slijm, vis en een heerlijke geur s'avonds. Maar je bent s'avonds lekker moe, en dan ga je op de bank zitten. En dan heb je een hele voldoening. En dan raak je helemaal naar vis. Ik kan me voorstellen, ja. En ik heb eigenlijk het mooiste beroep. Want als ik thuis kom, is het eerste wat mijn vrouw altijd zegt. Doe je broek uit. Dit is denk ik wel de slechtste plek waar je de familie Roelvink heen kan sturen. De nare geurtjes, de viezigheid, de moeilijke tijden. Nee, ik denk dit echt het laatste is wat van ons is weggelegd. We hebben ook levende waren. Ja hoor. En dat is... Deze Noordzeekrab, die wordt hier in de Noordzee gevangen. En daar moet je goed mee omgaan natuurlijk. Wat even schoongemaakt worden. Er komt er allemaal van water uit. Er komt water uit! Ze komen uit het water. Kijk, dit is een vrouwtje. Die staat al met de staart te klapperen. Nou, en dit is het geheime wapen van het bedrijf. Dit is Tante Tini. Goeiedag. Hallo, Tineke. Wij houden van jonge meiden in de zaak.
En daar hebben we Tini voor genomen. Nee, maar wij houden van ervaren mensen. Kijk. Ik zei het al, ze vallen op oude wijven. Ja. Heb ik gezegd, dus... Nee, maar we hebben jou nodig. Daarom. Jij moet bij ons blijven, hoor, want anders wordt het helemaal niks. Nee. Je zit al je hele leven in de vis. Ik zit er 60 jaar in. Al gelukkig 73, dus. 60 jaar ervaring, maar ze valt een beetje op een jonge kerels. Dus ik zou je zo wel... Oh, dan moet je dingen doen. Denk het niet. Dat red ik niet, hoor. Dat wordt me dood. Tini is niet de enige waar de Roelvinken de komende dagen op kunnen leunen. Johan staat ook op scherp, maar dat staat hij eigenlijk altijd. Dit is Johan, dit is een meestersnijer in vis. Johan. Shit. Vanaf zijn 14e jaar heb hij al bij mij gewerkt in de vis. Ja. Weet alle zijn vissoorten te snijden. Die gaat jullie steunen als wij samen lekker aan een biertje zitten. Je weet, haring is goed voor de stem, hè? Dat is heel goed voor de stem. Maar heb jij er veel gegeten of niet? Of juist niet? Te weinig. Heel lekker. Als je de cijfer ja, mag echt geven, heel lekker. Maar. Die keuren we goed. Dus het is de bedoeling dat jullie heel veel haring verkopen en niet allemaal opeten. Wat is dit? Wat is dit, ja? Nou, dit is de vishal of de mijnzaal. Dit wordt jullie werkgebied morgenochtend vroeg. Ja. En wat gebeurt hier? Aan die kant, zal ik straks even laten zien, komen de schepen aan. Die lossen hun vangst, alles in kisten. En dan moet die vis veiling klaargemaakt worden. En dat gaan jullie morgenochtend doen. Dan gaan we door de winkel weer opbouwen en dan gaan we weer de bestellingen klaarmaken. Wanneer slaap jij? 12 uur s'nachts, tot een uur of 4 zo. Echt waar? Ja. Zo weinig. Ik heb een superhuwelijk. Vrouw, ik ben 30 jaar getrouwd. Ik heb je maar 10 jaar gezien. Ik heb me toch bedacht. Ik wens je veel succes met je vishandel. Maar het is het mooiste vak, echt waar. Het is het mooiste. Zou jij een viswijf kunnen worden? Een viswijf? Nou, ik kan af en toe wel echt uit mijn dak gaan. Dus dan kan ik wel eens schreeuwen. Dan voel ik wel een viswijf. Maar jij bedoelt in de zin van viswijf hier? Nee. Hoe oud ben jij nou? Ja, ik word in november 56 en dan doe ik het al vanaf mijn 17e als ondernemer en daarvoor mijn vader helpen en mijn moeder helpen. Maar ik ben zelf 60. Hoe lang ben jij van plan hiermee door te gaan? Want het is pittig. Ik heb mijn vrouw moeten beloven dat ik op mijn 60ste moet stoppen. En dan gaan we samen, zolang het onze Heer dat geeft, lekker genieten. Dan hoop ik dat het mijn zoon overneemt. Of hij zegt, pap, we gaan, ik help je de erfenis opmaken. Zou ik dat tweede doen? Maar jij hebt datzelfde gevoel, dezelfde passie voor dit. Liefde voor de vak, ja. Dus er is geen twijfel mogelijk dat jij dit bedrijf de komende 30 jaar blijft voortzetten? Ja, zeker. Daar ben jij gerust op? Ja. Ik ben nou getuige. Maar als ik nou aan jou zie hoe jij nog vrolijk en heel enthousiast in het leven staat, dan kan dit nooit een slecht beroep zijn. Dit is geen slecht beroep. Ik vond het wel heel leuk hoe die vader met zoveel passie over zijn bedrijf praten, Nico. En dat je dan aan zo'n Nick ziet dat hij dat ook straks over wil gaan nemen. Ja, en een keer met z'n tweeën weg, lekker vader-zoon. Ja, ik gun het die mensen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk gaat zijn, die twee zo samen even weg. Kom. Lieverd, sleutel, takenlijst. En dan ga ik mijn schort geven aan senior. Ja. Kijk uit mijn kapsel. Kijk, oh, je kapsel. Het staat je goed. Ik ga mijn uiterste best voor je doen. Kijk, ik ben wel heel enthousiast geworden door Nico. En die krijgt mij enthousiast om een vis te gaan fileren, om vis te gaan sorteren. En dan kan ik, denk ik, de knop omzetten van wat stinkt het hier? Nee, even geen gezeik, doen. Goh, dat ruikt wel lekker inderdaad, ja. Ja. Potsdamme. Nou, het staat zo fantastisch. Ik ben er trots op. Ja. En ik ben zo blij dat je ons even wegstuurt. Ja, want wanneer is het eigenlijk voor het laatst dat je weg bent geweest van je zaak? Mijn vader en zoon, dat is jaren geleden. Ja, tuurlijk. Dus, en we hebben net gezien dat hij de zaak wil overnemen, dus we gaan even het financiële regelen straks. Jullie hebben een hoop te bespreken als vader en zoon, denk ik. En daarom gaan jullie nu met z'n tweeën naar Texel. Fantastisch hotel op de Koog. Heerlijk ontspannen. Ik wens jullie hele fijne dagen. En de roelvinkjes passen op jullie winkel. Super. Dan gaan we even samen eindelijk een keertje even weg. Maar kunnen ze het aan of zijn we alle klanten kwijt straks? Nou, gaat goed komen. Ik heb vertrouwen. Zorg dat de kast gevuld wordt. Heerlijk ontspannen. Wij gaan lekker ontspannen. Als ik er niet uitkom, dan bel ik je wel op Texel. Nou, die vermaken zich wel, hoor. Ja, denk ik ook. Heerlijk. Vader en zoon naar Texel. Oh. Nou, gauw dat kutschort uit. Nee, helemaal niet. De komende dagen wordt het volle bak werken. Volle bak vis, dus Dave is net op tijd terug. Nou ja, we weten een beetje hoe het bedrijf hallo. In elkaar zit nu. Goeiedag, jongen. Goeiedag. Goeiedag. Jij bent mooi op tijd. Poeh. Ja, maar waar beginnen we nu mee? Nu beginnen we met de viswinkel.
Ja. Dus die gaan we zo meteen gaan we eerst onze werkkleren aantrekken. Nou ja, dan een cursus fileren krijgen we nog even van Johan. En dan moeten we die bak schoonmaken met die kreeften en die krabben. Nou jongens, dan denk ik dat we er klaar voor zijn. Omkleden. We gaan er tegenaan. Ga ze aan de slag. De Roelvinken krijgen vandaag luchtsteun van Guus Meeuwis. Jij hebt wel weer de leidinggevende... Ja, mooi schotje. Dave en Donnie mogen meteen aan de bak. Nou, we gaan even lekker de krabbenbak verschonen. Zijn wild als de pest, hè? Als je die eenmaal vast hebt in je vinger, ja, laat die je niet meer los. Leg je ze allemaal netjes in de kist. Kijk, deze ligt op zijn kop, dus die is al helemaal verpest. Ja, dat is een vrouwtjeskrab. Haar vrouwen liggen altijd op de rug, hè? Laat jij eens even zien hoe sterk je bent. Ja! Harry is gretig, hoor. Oh! Oh! Dat doet zeer, hé! Doe je handschoen, hè? Oh! Zit je echt, hè? Dries en Honoria hebben ook nog veel te leren. Lekkere rode poontjes. Haak wel van. Gaan we even pan klaarmaken. Het is met het mesje één lange haal naar voren. Probeer de zijkantjes van het velletje heel te houden. Oh. Want dat is makkelijker met hem eruit te trekken. Ja. Uitschrapen. Knap, hoor. En dan zo. Heel veel succes. Sterkte. Ik moet eerlijk zeggen, ze valt me iets tegen. Ze trekt zulke vieze gezichten. Ik heb het idee dat je er niet... Je geeft je nog niet echt over. Je zet die knop niet om van het moet nou eenmaal een paar dagen. Nee, dat vind ik niet erg. Ik vind het gewoon heel vies. Als je zo vis helemaal aan het fileren bent en je doet dan zo en dan komen al die ingewanden eruit. Ja, sorry hoor, Dries. Jij bent altijd de zeikert van ons twee. Nou vind ik het echt heel vies. Johan, even ter controle. Ze zien er hartstikke mooi uit. Ze zijn een pestbeen in het aquarium. Zit volgens mij al voor 48 jaar kalk op. Hé, hey, goed bekeken. Kijk eens, Tien. Controleer het even. Ja, zeker. Best, toch? Prima, toch? Ja, zeker weten. En nou... Weet je ook wat voor een vis dit is? Nee. Dit is een klapvis. Wij zijn klaar voor vandaag, ja, denk je? Ja. Als ik je nou ergens mee kan helpen. Nee. Dit was het? De bocht doen. Zie ik je morgen. Dus we gaan vanavond geen vis eten. Nee. Vlees. De Roelvinken zullen de komende dagen niet veel slapen. Dus is er een prachtig huisje in een vakantiepark voor ze geregeld. Dan zitten zij die paar vrije uurtjes in ieder geval knapjes bij. Hier kennen we ook nog vissen. Een stijger. Lekker aan de water. Mooie bungalow. Oh, dat is wel lekker zo. Een ochtendduik hier lekker. En geen muggen. Moet je nou eens voor de grap? Dan heb ik één dag gewerkt. Vis. Als je zo weinig tijd hebt, wil je die niet verspillen aan koken. Zeker niet als je Roelvink heet en een hotline hebt met alle bezorgdiensten van Nederland. Gaan we zo naar bed toe met z'n allen, jongens. Dat is het leven van iemand die de visafslag doet. Met een volle buikje bed in. Ja, dat hoort er ook bij. Want de volgende ochtend, of is het nog nacht, kan ook, gaat de wekker al heel, heel, heel vroeg. Waar is de vis? Oh man, dit zijn overstijden. Zijn de vissen al wakker, denk je? Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Roelvinkies. Ben jullie klaar voor een mooie nieuwe dag? Zeker. Ik zoek twee vrijwilligers die lekker gaan varen. En ik zoek twee vrijwilligers die lekker de afslag ingaan. Ik hoop niet dat ik zeeziek word. Dan gaan we ons gauw omkleden. Ja. Ja? Want ik denk dat iedereen al staat te wachten op jullie. Oké. Okay. Nou, dat zal wel meevallen, het is 6 uur. Nou, wat denk je zelf, Dave? Voor echte vissersmannen is dit een latertje, hoor. Dus loop even door, ja? Hallo. Honoria. Ik ben André. Hoi, André. Hoi. Wij gaan je helpen, geloof ik, hè? En geen last van zeeziekte, jongen? Nee. Wel een pilletje genomen? Wel genomen, ja. Mocht je nou wel moeten overgeven? Ja. Achterhulp? Overboord kort. Gewoon overboord kort. We zijn los. Mooi, daar gaan we. Op naar de Noordzee. Heerlijk. Met die zilte zeelucht in je neus en het zoute nat op je lippen. En kapitein, hier zwemmen ook vis, hoor. Ik heb niet echt zeemansbenen. Misselijk word je ervan. Nou, ik heb zo'n zeeziekpilletje genomen, maar ik had er wel een heel tray van op mogen nemen, geloof ik. Oh, kijk. Het is nou iedere keer voor jou nog spannend wat erin zit. Ja, eigenlijk je weet wel, het nooit, hè? Kijk. Oh, kijk, daar is er één. Oeh, die leeft nog. Oh. Nou, we hebben er één. Hoe haal je die nog eruit? Wow. Haal hem eruit. Hoe haal je die eruit dan? Woe. Hij zit helemaal op. Dit is een mooie voor jou. Wow. Alsjeblieft. Kijk je dat beest er nou uit, man. Nou, gewoon die kop vrijmaken, zeg maar.
Die moeten we hebben, man. André, ik krijg hem maar niet uit. Jawel. Nou, kijk, je pakt zijn kop. Wow. En hup, klaar. Snap je hem? Hoe krijg ik deze nou uit? Hoe kent het kind toch niet? Jawel. Trek je hem toch hartstikke dood? Je begint bij zijn kop. Zit echt helemaal in de knoop, die beesten. Ja, en je vindt het zielig, want je bent bang dat je wil ze geen pijn doen, maar ja, ja. Nee, en daarnet, daar kwam geen eind aan. Maar hoeveel verdien je dan op zo'n dag als je zo'n bak vol hebt? Een bak vol is ongeveer 400 euro. Ja? In een restaurant betaal ik een half mei voor een zeetongetje. Terwijl het bootje van Dave en Honoria steeds kleiner wordt aan de horizon, staan Donnie en Dries nog steeds met twee benen aan vaste wal. Klaar om een slag te slaan op de visafslag. Want de eerste boten zijn al binnen met hun vangst. En de roelvinken mogen kiezen welke vis het wordt. Lekker klussie op je nuchtere maag. Noemen ze een tarbot rood. Dit is allemaal tarbot. Schrijf maar even op. Dan weet ik dat. Ja. Maar dit is eigenlijk allemaal vis waar wij niks aan hebben. Hebben we niks aan. Schrijf maar op. Niks aan hebben. Hij heeft scharretjes staan, 34 kilo. Ja. Ja. Nou, die wil ik ook wel gekocht hebben. Allemaal? Ja. 34 kilo. Goh, we nog sjouwen ook straks, Johan. Het boodschappenlijstje is compleet, maar nu moeten ze al die vis nog wel zo goedkoop mogelijk zien te scoren. Hé, hey, Donnie, doe je nou. Heb je... We hebben de lijst doorgegeven. Ja. Nou, hier is de mijnzaal. Hier wordt de vis afgeslagen. Ja. Jullie weten wat jullie kopen moeten? Ja. In de mijnzaal wordt alle vis verkocht. Je moet alleen wel goed in de gaten houden waar je precies op zit te bieden. En niet zomaar op een knop drukken, Donnie. Appa, 2,37. Hé, hey, de goedkoopste heb je, ja, doe maar 5 kisten. Nou, de buit is binnen. Nu begint het echte werk. Al die kisten vol lekkers moeten verzameld, verplaatst en gecontroleerd worden. En dat is echt maatwerk. Dit is een? 3. Nee, school 4. Kijk, de 4 loopt van hier tot die streep. Kijk, Dries, dat is een 2. Zie je? En dit moet je zo snel mogelijk doen, zeg maar. Nou, ga ze erop en uitmeten, die handel. Nou, wat een leuk modelletje. De mannen hebben, beetje mannen eigen, duidelijk moeite met het inschatten van de juiste lengte. Het is ook lastig, hè? En wij heel keurig proberen te kijken, oké, dit is een 4. Oké, en die gasten die gooiden, hop, die zagen gewoon op een oogopslag al dat het een 3 of een 4 was. Dat heb je heel mooi gedaan, Dries. In het ruime sop hebben Dave en Honoria inmiddels hun zeebenen gevonden. Hoe lang doe je dit al? Zelfstandig doe ik dit al 25 jaar. 25 jaar? Ja. Wat is het gekste wat je eigenlijk een keertje gevonden hebt of opgevangen hebt? Ja, we hebben eens een keer een raket opgevist. Een raket? Ja. Is weer eens wat anders dan een tongetje. Een stuk wrak bijvoorbeeld van een vliegtuig. Ja. Vliegtuigmotoren hebben we ook wel gevangen uit de Tweede Wereldoorlog vandaag. Ja, dat zijn gekke dingen. Ook wel weer leuk natuurlijk als je dat vangt. Ik vond het weer leuk voor een dag, maar nee, dat hoef ik echt niet elke dag te doen. Sorry. Nee, maar je krijgt wel voor die mensen respect. Die mensen doen het wel, dat is ongelooflijk. Dan moet je echt je werk leuk vinden, hoor. Nou, begrijp ik waarom vis zo duur is. Moet je kijken hoe de klerenwerk het is. Man. Ja. Pas op nou! Nee, doe niet! Pas op nou, want dan ben je nog allemaal een klerenbeest. We hebben weer een nieuwe ervaring. En ik wist niet dat er zoveel werk achter mijn visje op mijn bord zat. Ja, klopt. Inderdaad. Dries en Donnie helpen vandaag met het opengooien van de winkel. Ze hebben eerst een flinke lading verse vis geregeld. De volgende stap is zorgen dat de borden buiten staan en alle waar direct gekoeld wordt. Dus er is dringend behoefte aan een flinke bak ijs. En daar zijn Donnie en Dries wel voor te porren. Ja, genoeg. Dan. Nee, ik heb hem helemaal vol. Maar je moet wat hoger weghalen, hè? Zo! Oh, wat! Veel te veel! Hey! Hey! Oh, niet hard. Oh, jongens. Eén bakje ijs. Maar jij was hier vanmorgen alweer vroeg, Tini? Ja, meestal 7:00, 7:15. Elke dag? Elke dag, ja. Nou, dan heb ik hier nog een paar zeeduiveltjes. En dan is de stal klaar en dan kunnen we de winkel openen. Nou, helemaal top. Goedemorgen. De vissers. Hebben jullie geen vangst bij jullie? We hebben geloof ik 3 tongen gevangen, meer niet. Maar er is één ding dat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Nou, ik kan het missen. Heb je dat gevangen? Ja, net genoeg om onszelf tevreden te geven, maar meer ook niet. Er moet nu die zalmen moeten geschrupt worden. Ja. En 2 mensen moeten Tini assisteren. Ik ga Tini gezellig helpen. Ik ook. Pak de zalmpje eruit. Zo, flinke jongen, hè? Dan van de staart naar de kop toe werken.
En af en toe even een dingetje. Even uitkloppen. Ja, en als je hem dan helemaal geschud hebt, schoonspuiten. Helemaal lekker. Dan mag je hem in deze lege kist leggen. Ja. Die zalm schoonmaken. Ik vind zalm echt lekker in sashimi en zo, of een mootje. Maar als je hem zo hebt, dan komt er een partij slijm vanaf, grap. Je krijgt steeds minder zin in vis eigenlijk. Nee, Roelf, ik wist het. Als ik in de buurt kom, dan flikt het me iedere keer. Alsjeblieft. Verse vis. Ja, die is heel mooi, hoor. Die is heel mooi gebakken. Pa. Even proeven of hij goed is. Kruiden zitten erop. Nou, ik zie je vader al lekker smikkelen, hoor. Ja, die lust er pap van, hè. Ik zeg, weet je wat, ga mij nou eens een bakje. Ik loop gewoon de weg op en ik hou de eerste de beste fietser of automobilist aan. Als lokkertje geef ik ze een stukje kibbeling en dan vertel je wat je in de aanbinding hebt. Super strak plan, Dries. Zeker voor je erfgenamen. Maar ja, zo'n gele overal lijkt wel verrassend veel op een soort zwembroek. Nee. Hoi, Dries. Mag ik u een stukje kibbeling aanbieden? Natuurlijk. Alsjeblieft. Eet smakelijk. En u weet het, we hebben hem in de aanbieding vandaag. Mocht u nog zin hebben in vis, we hebben er vandaag heel veel dingen in de aanbieding. Hier, dus dan houden we ons aanbevolen. Ben jij nou de zanger? Ik lijk op een zanger, maar ik ben een visboer. Hoe gaat het met u? Nou, beest. Gaat het goed? Jawel. Ja, ik heb wel erg gemerkt dat u leeft voor de zaak, om het zo maar even te zeggen. Wij hadden zelf een zaak, 50 jaar. U en uw man? Ja, okay. Maar die kreeg kanker, dus het was einde verhaal. Dus we moesten stoppen. En toen ben ik hier gegaan. Het vissenverkopen is er nooit uitgegaan? Nee, nee. Heeft u nog meer hobby's? Ja, dansen. Dansen? De tango? Alles. De Engelse wals? Ook, doe de cha-cha-cha? Ik doe alles. Ik ga ook elke dag naar een koffiehuis. En dan ga ik elke dag koffie met gebak eten. Gezellig. Ik eet elke dag gebak. Elke dag, zegt u nou? Elke dag. Maar ik was eerst 125 kilo. Nee? Ja. Ik heb een maagband laten plaatsen. Tot de dag van vandaag eet u nog wel elke dag taart? Elke dag taart. Nou, u bent nu 73. Is er dan nog iets op een 73-jarige leeftijd waar u ooit nog van droomt? Nou, een lekkere bink en lekker mee uit dansen. Echt waar? Om de paar weken ga ik dan hier in de Muiden dansen. Ja. Er zitten 50 vrouwen en 10 mannen. Oh, ja, dat is dan oneerlijk verdeeld. Vecht om die kerels. De dag zit erop. Het gesprek tussen Donnie en Tini heeft de familie op het idee gebracht om haar morgen eens flink in het zonnetje te zetten, want vandaag zit er weinig fut meer in. Goed zo. De roelvinken zijn gesloopt van het keiharde leven als visboer. Goed echt. Zo, tot morgen. Tot morgen. Kom, Jezus, koud. Dit is loodzwaar. Nico en Niek zullen wel blij zijn dat ze kunnen chillen. Hey! Daar is hij. Jullie zitten er lekker bij. Wij hebben al 2 biertjes op. Heerlijk. In de duin aan een biertje. En wij weten nu hoe we een school moeten schoonmaken. En niet in de vingers gesneden. Nee, nog niet. Nee, nog niet. We zijn helemaal back af. Hey, maar die Tini is ook een gauw, hè? Ze is niet meer zo snel, maar ze is wel bij de tijd. Ja, precies. Zeker. En lief. We waren zo blij met Tini dat we iets leuks voor haar willen doen. Weten jullie misschien nog iets leuks wat we voor haar zouden kunnen doen? Ja, nou, ze houdt van dansen. Ja, dat heb ik gehoord. Nederlandse muziek, dus... En van taart houdt ze ook heel erg, hè? Heel veel van taart, ja. Slagroomtaart! Ja, dat is een soort combinatie. Oké, jongens, genieten jullie daar nog even van jullie biertjes? Ja, goed zo! We zijn trots op jullie! Nou, die zitten er goed lekker, bij. Hè? Die zien er beter uit als wij. Je ziet eruit gerust. Vader en zoon even weg zo. Dus dat is echt even leuk. Ja, is toch leuk voor ze. Ja. Nou, ik denk dat deze vader en zoon maar even een uurtje moeten gaan liggen, hè? Nu even de rust pakken. Ja, relatieve rust dan, want de werktijden van deze winkel zijn meedogenloos. Iedere keer weer voor dag en dauw op met je neus in de vis. Het is een zwaar bestaan met weinig ruimte voor ontspanning. Oh, kijk hier. Die zit op elkaar. Tini. Ja? Wat zijn die aan het doen? Ja, wat denk eens kijken. Ja, ik weet het. Echt waar? Ja, dat doen ze. Ze zijn aan het scharen. Ik denk ook, het is de laatste keer, dus vooruit maar weer. Goedemorgen. Hallo. Hi, Donnie. Ik ben Kim. Hi. Goedemorgen, Kim. Ik hoorde jullie gezellig met mij mee naar de markt gaan. Inderdaad. Nou, leuk. Een beetje goed humeur mee. Even de winkel uit ook. Een hoop gezelligheid. Nou, helemaal top. Nico verruilt zijn winkel iedere donderdag voor een kraam op de markt in Haarlem. Kim, dit is jouw stekkie. Ja, manny, gaat het vandaag gebeuren? Dus jij staat op de kop van de markt. Ja, exact. Dus de beste plek die we kunnen hebben. Oh, deze kraam hier dan? Ja. Kan ze niet omheen? Nee, inderdaad. Dus hier gaat het gebeuren vandaag. Mag alles eruit. Hier zo? Ja, super.
Dries is natuurlijk een ervaren kampeerder, dus zo'n kraam uitklappen is voor hem kinderspel, joh. Godverdorie, zeg. Ja, zie je nou dat je me nodig hebt? Nou, help hem maar even, Kim, want die kunst kan het weer niet. Oh, kijk, toch wel. Ja hoor, vooruit maar. Ze moeten de wagen uit. Nou, ik zet hem nu alvast half stok, hoor. Want het gaat helemaal fout vandaag hier. Wat een mooie dag voor de markt, dit. Dat voel ik aan alles. Dit vind ik eigenlijk veel leuker dan die vishal, dan die viswinkel, dan op een boot en dan vissen schoonmaken. Het verkopen op de markt, het contact met de mensen, dat gaat ons beter af. Laat mij dat maar even doen. Vrouwen laat ik niet tillen. Wow. En dan kom ik ook nog een beetje aan mijn workout vandaag. Ze kijken wat glazig uit de ogen vandaag. De makrelen. Kijk, die zijn mooi leeggehaald door Johan. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Dit laat ik even aan jou over dan. Ja, je zou eens wat doen, hè? En daar zijn ze, jongens. Een van de belangrijkste ingrediënten voor vandaag. Wat een lelijkheid, zeg. Gisteren zwommen ze nog. Ja, 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 ja. En nu liggen ze al hier in de kar van Kim. Ondertussen is Donnie gespot door een school bakvissen. Ik probeer te werken, dames. Er staat wel een rij voor de kraam, maar het levert bar weinig op. En voor Dries is het toch ook wel een beetje confronterend allemaal. Een heerlijke dag, hè? Ja, geweldig. Ja. Wilt u misschien met mij op de foto? Want kijk, ik heb allemaal die meisjes en ik sta er een beetje verloren bij. Ja, dat is een zijn een beetje van één leeftijd. Ja, dat vind ik een beetje sneu eigenlijk. Ja, zullen we een foto maken? Yes! Hé, hey, jongens, komen jullie nou nog binnen? Ja, we moeten toch een beetje reclame voor de zaak maken, Kim. Maar er moet in de wagen. Nou, hup, hij komt er al aan, hoor. Ja. Ja, hoor. Ja. Vooruit maar. Ze moeten de wagen uit. De vis van Nico. Eén portie. Perfect hier, hè? Ja. Ja. Goudbruin, u bent vaste klant hier. Ja. Drie keer in de week. Drie keer, nee, één of vier. Dan nog één bakje kibbeling. Hoe vindt u deze? Dan zouden het deze twee worden. Ja. Ja? Ik wens u een hele fijne dag. Ja, dank. Wie maakt ons los? Ja, mevrouwtje. Twee haringen voor €3. Alleen voor u, omdat uw haar zo mooi zit vandaag. Eén voor €3,50, twee voor €5. €4. Mijn grootste favoriet, hè, Dries? Ja, maar het is jammer dat hij zijn gele zwembroek niet aan heeft. Nou, dat weet u niet, dat weet u niet. Dat weet, nee. Hij had gisteren zo'n lekker geel pak aan in de netto-vissenmarkt. Ja. Ja, met die lekkere kaplaarzen erom. Ja, oh man, heerlijk. Mevrouw, meneer. Kan ik u bij deze een stukje haring aanbieden? Uitje zuur erbij. We hebben leuk haring uitgedeeld. Ja. Mensen laten proeven. En zo lokken we ze weer naar de viskraam. Kent u Nico uit de Muiden? Ja. Ja. Nou ja, dat proef je meteen natuurlijk. Dat is top kwaliteit. Super bedankt. En een mooie dag ook weer. Fijne dag. Kim, we gaan er vandoor. We moeten voor tante 10 moeten wij nog een verrassing voorbereiden. We vonden het heel gezellig en ik ga je een kus geven. Super lief. Nog heel veel succes vandaag. Je bent een topper. Dank je wel. We zien je snel. Nico komt terug met zijn zoon van Texel. Nou, dan moeten we wat leuks organiseren. Nou. Dus lekker. En een verrassing, hè, voor Tini. Voor Tini. Voor het beste paard van stal. Dave en Honoria zorgen voor de catering van die verrassing. Dus wij moeten jou uit gaan leggen hoe je sushi moet maken. Ja, wel leuk. Ja? Dave en Honoria zijn druk hapjes aan het maken. Ik ben erg benieuwd wat ze in elkaar geflanst hebben voor het terugkomstfeest. Tini heeft het hart van de Roelvinken gestolen. En als je dat lukt, gaan ze all the way. Niet te veel, Dave. Zij verdient die verrassing, vind ik, omdat het echt een vrouw is die leeft voor die zaak. Dus we hebben nu alles geregeld voor haar, hè? Het eten is er. De stripper. Het is geen stripper, het is een danser. Vanaf de dag dat ik geboren ben, staat ze daar al in die winkel te werken. Haar hele leven is een en al vis. De zee geeft en de zee neemt. Net zoals de Roelvinken een takenlijst accepteren en ook razendsnel weer afvinken. Ook deze missie is weer geslaagd. Nou, is dat hem wel? Ja. Daar zijn ze, zeg. Nico en Nick terug op de basis. Kijk! Dag, joh. Hé, hey, hé. Hey. Hebben jullie het overleefd? Zo. Zo, ben je ook. Hele familie compleet. Dag, jongen. Ja, allemaal nog compleet. Goeie dag. Gaat met je vader. Hi. Vakantie was super. Of vond je niks met je vader? Nee, was top. We hebben nog even parachute gesprongen. Nee. Wat? Ja, ik was wat zwaarder, dus ik ging als eerste. Nee, dat je dat durft. En hoe is het? De zaak bestaat nog? Ja, nog wel. Ja, ja. Vingers zitten er allemaal nog aan. Ja. Kassa gevuld. Ja, ja ook dat. Ah, ik ben trots. En we hebben een enorme steun gehad aan Tini en Johan. Ja. Ja. Super. Twee toppers. Ah. Tini is wel het gezicht van de zaak, vinden wij. Is... Wij hadden het al met jullie erover gehad op de FaceTime. Maar we hebben dus
bovenal het een en ander klaarstaan. Ik stel voor dat we naar de toe gaan en dan gaan we verrassen. Oh, dat is top, top. Ja? Dat is super. Gaan we dat doen? Zelfgemaakte sushi. Nee, joh. Als beginnende visboer. Nou, je kunt mijn zaak overnemen, maar dan voor langer, hè? Sla me even over. Hey, top, heel goed gedaan. Tien, ja, we zijn er weer. Daar is hij, hoor. We zijn er weer. Daar is hij, onze jongen. Je twee lekkere stukken zijn er weer. Ja, hoe was het? Ja, goed. Ja? We hebben nog parachute gesprongen samen. Oh, wat leuk. En toen dachten we aan jou, toen we naar beneden vielen. Ja, heel waar. Ik heb net van de familie Roelvink gehoord. Ja. Dat jij zo ontzettend goed je best hebt gedaan. Jawel. Ja, nou hebben we een kleine verrassing voor je. Ik doe even overgeven. Je geeft je even over. Ja, doch. Ja. Ja, kom op. Hun hebben we nou al verwend, vader en zoon. Maar we willen in ieder geval die Tini verrassen. Ja. En waar houdt ze nou van? Dansen. Oké, okay, nou, Tini, hier is je verrassing. 3, 2, 1. Ik vond deze verrassing uitstekend. Dat mijn kleinkinderen er waren. Nou, en als ik ze dan zie, dan kan ik wel huilen. Ik kan ze wel opvreten. Ja, ik zweer het je. Ik ben van niemand gek, maar van die kleinkinderen, daar ben ik helemaal bezeten van. Tien, heel lang al bij me aan het werk. Ja, dat is waar. Ze hebben altijd het gevoel dat ze zegt, krijg nou een schop onder mijn hol dat ik eruit moet. Ja, ja, ja. Dat is het niet. Oh, gelukkig. Dus het is, want er is altijd bang voor. Zolang je het nog kan doen, dan wil ik je nog in de zaak houden. Oké. Okay. En nou ja, hartelijk bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Ik heb met jou een kort gesprekje gehad en toen ben ik achter veel dingen gekomen. Dat is 1, dat je heel erg van taart houdt. Ja, zeker. 2, dat je heel veel van je kleinkinderen houdt. Ja, zeker weten. En 3, dat je van lekkere mannen houdt. Hey, hey, lekker ding. Meneer de taart. DJ. Tini, die vond het top. Ja, ja die ja. was. Ze had er niet verwacht. Ze had er niet verwacht. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Ja. Die verdient het gewoon echt. Ze werkt hier al hartstikke lang. Dus ja, dat is wel een vrouw die een keertje. In het zonnetje gezet ja, mag worden. In het zonnetje gezet mag worden, ja. Zag je vanmorgen gelopen? Ja. Ik denk, wat een lekkere bien. Ik vond deze verrassing uitstekend. Daar had ik niet op gerekend en ze hebben me niks gezegd over donderstralen. Ja, pak hem, Tini. Dat wordt me dood. Deze dag heeft me heel veel gedaan. Dat je toch gewaardeerd wordt van je baas ook. Dat vind ik leuk. Jawel. Ja, het is een lekkere bink. Maar je kan elke zaterdag met hem afspreken. Ik heb zijn telefoonnummer. Oh, wat lekker. En als allerlaatste klap op de vuurpijl, omdat je zoveel van je kleinkinderen houdt en zo, dat ze zo belangrijk voor je zijn, is dat je met alle kleinkinderen naar de Efteling toe komt. Oh, dat is leuk. Yeah. Dat vind ik zo leuk. We hebben het geprobeerd. Ja. We hebben ook niet gefaald. Alleen ik heb diep respect bijvoorbeeld voor Nico, die dat zijn hele leven al doet. En dan zie je dus dat hij zijn plezier over kan brengen op zijn zoon. Ja. Kan ik dit plezier aan jou overbrengen? Wil jij hier een week of 12 blijven? Nee, dankjewel, pa. Lieve Nico, sleutel, takenlijst, krijg je van me terug. We hebben met heel veel liefde je zaak gegund. Alsjeblieft, heel veel succes. Ik vind het fantastisch en het had volgens mij nog 2 maanden kunnen duren. Ja, voor jou. Je bent eigenlijk als zelfstandig ondernemer altijd moeilijk weg te cijferen. En dan wil je er altijd bij blijven en alles onder controle hebben. En het leuke is, laat het nou maar je medewerkers doen. En dat is hartstikke goed gegaan. Dus we gaan veel vaker op vakantie nou. Nou, we weten dat we jullie kunnen bellen als wij de volgende keer weer op vakantie willen. Als je over 10 jaar nog een keer een dag weg wil, kun je ons altijd bellen. We gaan niet met de boot naar huis, toch? Nee, we gaan niet met de boot, gewoon met de auto. De Roelvinken hebben nog meer respect gekregen voor Tini, die dit al haar hele leven volhoudt. Lekker een dag genieten met haar kleinkinderen is wel het minste wat ze voor haar kunnen doen. Want hoe leuk je werk ook is, die kleintjes zijn het echte goud. Waar gaan we beginnen? Zo, Pik. Ja. Goed gedaan. Lieve mensen, hebben jullie nou ook zo genoten van de Roelvinkjes passen op de winkel? Dat komt mooi uit, want wij gaan nog even door deze zomer. Met het runnen van de grootste tent op verschillende campings in Nederland. Wil jij er nou bij zijn? Ja, ga dan naar www.sbs6.nl/deroelvinkjes en maak kans op een prijzenpakket bestaande uit een overnachting op een camping waar wij staan en een Kruidvat vakantiepakket te waarde van €50. Dan zien we jullie daar. Jojo. Later. De Roelvinken hebben het afgelopen seizoen keihard gewerkt. En al die winkels hebben dat overleefd.
Zonder al te veel schade ook, gelukkig. En het meeste daarvan was gepland. Zo, we zijn de nieuwe buren. Het was flink aanpakken en keihard doorhalen. Met als rode draad altijd het besef dat mensen heel veel kunnen. Zolang ze er maar samen voor gaan. Ongeacht de berg shit die het soms oplevert. Oh, wil je die warme lucht zien? Oh, wat een stronk. Als je dit alle dagen doet, word je krankzinnig. Ah, krankzinnig zijn zij niet van geworden, maar wijzer wel. Want wat je ook doet in het leven, alles heeft zijn voordeel. Ik blijf wel een beetje langer bij deze winkel. Het takenpakket in Gassel was het zwaarst van allemaal. Dag papa. Doei doei. Dag mama. Wij passen wel op de winkel. Het zwaarst vond ik toch echt wel dat gezin met die 5 kinderen. Dries, ja. Kun je even het kindje nemen? Dan moet een fles van maken. Dat wordt wat vannacht. Hoe maak ik een fles? Blijf je stil hoor. Flesje maken. Poeder erin. Ja, maar ik weet toch niet hoeveel? Dries, jij hebt kinderen gehad. Kom op. Ik weet niet hoe dit werkt. Dries. Het komt goed. Honor, waar blijft die fles? Geef maar aan Donnie. Zo. Wat een rustig. Ik denk dat ik toch wel de camping in Italië het leukst vond. De glamping. Ja, volop zon, gezellige mensen en een geweldig zwembad. Dat zijn natuurlijk ingrediënten waar de Roelvinken wel iets mee kunnen. Zo, lieve mensen. Zijn we al ingesmeerd? Oh, nee. Eddie. Oh, maar Dave. Ja, meer. Oh, god. Ja, veel meer. Zo. Zo, Ed. Zo. Wij verbranden niet meer vandaag. Don, laat niet de billen verbranden, hè. Daar zit de dunne uit. Hey. Dat is mijn dag nog. Ja, ik heb jou toch ook ingesmeerd? Ja, moet ik jouw kont ook even doen? Ja. Ik heb natuurlijk een hoop poolparties georganiseerd, maar deze was wel even wat anders. Het emotioneelste moment vond ik het moment met Jan in het verzorgingstehuis. Dat kwam in één keer heel dichtbij. Dat zoiets simpels als een beetje aandacht zoveel voor iemand kan betekenen, kwam bij iedereen keihard binnen. Nou, ga lekker zitten. Ben je een oude bokser geweest? Amateur hoor. Oké. In de maag. Dat was niet in mijn maag, Jan. Lekker hoor, Jan. Hij vroeg er zelf om, die klootzak. Zo. Ik zie je later weer, Jan. Hou je haaks, hè? Jan, we spreken elkaar snel, hè? Rustig aan. Wat is er? Wat is er, Jan? Wat is er aan de hand? Waar zit je mee? Nou is het zo gezellig. Zijn veel is gezellig. Ja, dan blijven we toch nog even, als je het wil. Daar ben je wel in. Ik snap het wel. Vindt u het moeilijk vaak alleen zijn? Ja, dat kan me voorstellen. Daar had ik wel even zoiets van. Hè, die mensen die ook zeiden van god, hè, ik voel me soms eenzaam. Dan denk ik, ja, dan zit je daar op je oude dag. Tuurlijk heb je wel kinderen, maar die hebben natuurlijk allemaal hun werk en hun bezigheden. En dan denk ik, ja, dan vereenzaam je toch wel. Een toekomstbeeld dat diepe indruk maakte op Honoria. Wat hoop jij? Samen met jou ouder worden, ja. En ja, dan gaan we het ook doen. Dan zijn we toch ook van plan. Van kritische kleuters tot koppige koeien. De Roelvinken hebben heel veel doorstaan. Maar die muggen, hè? Altijd maar weer die muggen. Ik kan nou eenmaal niet slapen als ik het idee heb dat er een paar muggen rondzweven in mijn slaapkamer. Bizar, hè? Hoeveel? Als ik heel eerlijk ben, vond ik de Casa Rosso runnen vond ik het leukst. Yes, people, family show. If you don't have a family, we show you how to make one. Come inside. Have a nice show. Don't bite. Yes? En dat is echt niet omdat het vol staat hier met vrouwen en dingen wat mensen snel denken. Het is een hele warme buurt. Het is gezellig. Het is leuk om te zien hoe de mensen met elkaar zijn. Ik heb hier echt genoten. De Roelvinken hebben het samen gedaan, maar hebben ieder hun eigen lessen geleerd. En dat is heel snel gegaan. En nu is het voorbij. Nu vallen we in een zwart gat. Ja, nou gelukkig woon ik 10 minuten van de Casa Rosso af.
Nee, ik heb het heerlijk gehad, maar ik ben wel weer blij dat ik me nu weer even op mijn eigen werk kan richten. Nou, ik vond het heel mooi om te zien dat er zoveel mensen waren die met passie over hun werk konden spreken. En dan bedoel ik ook echt passie. Ik heb ook een beetje gezien in deze maanden dat ik heel blij ben met mijn eigen werk. En dat ik het ook moet waarderen dat ik kan doen wat ik leuk vind. We hebben geleerd dat er hard gewerkt wordt in Nederland. Ja. En met passie, ja. Daar ben ik nu achter gekomen. Ja, en net iets meer aandacht. Dat is hoe Nederland en de familie Roelvink het beste werkt.